Het Openbaar Ministerie heeft vrijdag in de rechtbank van Haarlem een gevangenisstraf van drie jaar geëist tegen rapper Ali B in verband met een zedenzaak. De 42-jarige artiest wordt beschuldigd van vier zedenfeiten met drie verschillende vrouwen, waaronder een voormalige kandidaat van de Voice of Holland en zangeres Elle Ten Damme. Volgens de aanklager is Ali B schuldig aan twee gevallen van verkrachting en twee aanrandingen. In haar betoog benadrukte de aanklaagster dat uit het onderzoek naar voren komt dat Ali Bey een dominante en manipulatieve persoon is, die geen nee accepteert. Er is geen spoor van berouw. Hij is enkel bezig met zijn eigen belangen te beschermen, verklaarde zij in de rechtbank. De zaak werd een schijnwerper op grensoverschrijdend gedrag, zelfs wanneer het de acties betreft van een bekende Nederlander. De officier van justitie benadrukte dat het belangrijk is om misstanden te melden bij de politie. Deze zaak toont aan dat dergelijk gedrag niet getolereerd wordt, ongeacht de status van de persoon in kwestie. Alibe zelf heeft nog niet publiekelijk gereageerd op de beschuldigingen of de eis van het om. De verdediging zal naar verwachting in de komende zitting haar standpunt naar voren brengen.